Yo guys, Glash hier. Met vandaag een nieuwe video. En dat is lang geleden dat ik dat nu heb gezegd. Oké, dus ik ben terug. Fun fact, ik ben eigenlijk nooit weg geweest. Oké, eigenlijk wel. Ik heb 3 maanden niet geüpload buiten 2 random Blue Shift video's. I know, don't judge me. Maar voor mijn 3 vaste kijkers zullen jullie waarschijnlijk met heel veel vragen naar deze video komen. Waarom heeft hij 3 maanden niet geüpload? Waarom heeft hij 3 maanden niet geüpload? Nou, series of events that night me. Maar ik zal even duidelijk maken. Ik heb middelbaar gehaald. Ik heb tussen middelbaar gehaald. Dat was super leuk. Yes. Ik zit nu op de hogeschool. Alles is nog chill. Nu eigenlijk, ik ben eigenlijk zeg maar niet echt weg geweest. Ik ben een hele zomervakantie in België geweest. Was dat vrij saai? Ja, dat was vrij saai. Had jij een rot zomervakantie gehad? Ja, eigenlijk wel. Is dat je eigen schuld? Ja, ook eigenlijk wel. Laat ik gewoon bij het begin beginnen. Dus ik zal me even vorige moeten kunnen volgen met het verhaal. Moet je snappen wat voor een soort student dat ik ben in het middelbaar. Ik doe heel het jaar niks. En dan haal ik al een punt op bij het einde van het jaar. Dat is basically een samenvatting van mijn middelbaar. Pretty accurate. Dat was elk jaar gelukt. En in het zesde... Jawel, in het zesde... had ik het toch wel heel hard opgefokt. Omdat... mijn rapport was zo slecht... dat ik me schaamde om dat aan andere mensen te laten zien. Zo fucking slecht was mijn rapport, ik zweer het. Dat heb ik nog nooit gehad. En toen was ik van... Oké. Ik heb nog een gip die ik nog moet afmaken. Ik voel me kut. Er is eigenlijk een grote kans dat ik het niet ga halen. Misschien toch wel een iets andere situatie dan de andere jaren. Nu... ik was nogthans met volle moed aan de examens begonnen, want... Het zesde wil je niet blijven zitten, snap je? En je kunt zeggen van, oké, ik ga dan gewoon middenjury doen. Opgelost. Ik mocht geen middenjury doen, maar... Dus ik was van, fuck, hoe ga ik het eerst moeten doen? Uiteindelijk ging mijn examenperiode echt nog goed. Mijn examenperiode was opgesplitst in, moet het zeggen. Mijn examenperiode duurde 1,5 week. De eerste week was dat kei goed gegaan. De tweede week, ik had nog 3 vakken. Of 4 vakken zelfs. Nee, 3 vakken. En ik dacht, yes, het A is binnen. Ik heb al de rest al goed gedaan. Ik moet echt al mijn best doen om een C te hebben. Nu, er is ook zoiets als herexamens in het 6e middelbaar. Ja, ik ben er vorig jaar ook achter gekomen. En 3 keer raden, ik had herexamens. En dat klinkt echt enorm debiel. Herexamens in het middelbaar. Maar het is ook gewoon enorm debiel. En elke keer als je aan iemand uitlegt van... Hey, ik heb herexamens. En dan zijn ze van, je zit ook niet hoger. Ik zo, ja, nee, in het middelbaar is dat ook. En dan kijken ze van, kunt je nu zo retarded zijn om herexamens te hebben in het middelbaar? En ja, I know, I fucked up. But, ik heb mijn herexamens gehaald. Laat gewoon zeggen, ik heb 2 van de 3 gehaald, maar ze hebben altijd een A-test naar mijn hoofd gegooid, dus... Een diploma eigenlijk. Ik ben weg van SLS, snap je? Maar, geloof het of niet, dan zit je een heel jaar niks te doen. En denk je, leven is chill, snap je? En dan zit je op het einde van het jaar, want degenen die herexamens hebben en C, die mogen niet op de proclamatie staan. Jij mocht niet afstuderen met je jaar. Je mocht niet chinen, ook al heb ik geen proclamatie nodig om te chinen, maar je snapt wat ik bedoel. En ja, dat was very kut. Ik zag die week zo heel mijn jaar door de proclamatie voorbereiden. Oh yes, we gaan afstuderen, yeah. En dan zit je thuis in de zetel naar de stories te kijken. En dan zeg je zo een beetje van, fucking hell. Dat was echt een rot week. Yo. Maar de week werd nog erger. Ik was zo van, kijk, ja, snap je. Ik heb herexamens, maar ik ga mijn eigen opfleuren. Je snapt wat ik bedoel. Ik ga YouTube
echt fucking hard banen. Nu, ik wou de Star Wars Battlefront 2 spelen. Ik had er super veel zin in. Mijn PC niet. Met de nadruk op mijn PC niet. En ik was Star Wars Battlefront 2 aan het spelen. Voor de mensen die het spel kennen. De rip-off van Electronic Arts met de slechtste live service ooit heeft mijn PC geruineerd. Oké, niet mijn PC, mijn videokaart. Het ging dus zo. Dus ik was gewoon met Simon, mijn wingman, was ik gewoon Battlefront aan het spelen. En ineens, poef, scherm zegt allemaal kleurtjes. Die kleurtjes horen niet bij het spel, voor de duidelijkheid. En dan ineens zwart scherm. En ik dacht, ah fuck, het is weer een andere keer dat mijn PC gewoon crasht. Want mijn PC crasht echt veel. En ik dacht, ah, another day, another crash. Maar toen mijn PC was gecrashed, was ik gewoon ergens naar een home party van iemand gegaan. Dus ik had hem niet meer terug aangestoken om te kijken van, werk je nog? Nee, ik was gewoon naar een home party gegaan. En de dag erna kom ik thuis. Ik kon mijn PC aanzetten en er gebeurt niks. Er gebeurt wel iets, maar ik had zwart scherm. Ik kreeg geen scherm om in te loggen. En I was like, oh fuck. Nu, ik dacht, oké, het is sowieso iets met mijn videokaart. Maar wat ik ga doen, ik ga mijn drivers eraf smijten en dan ga ik ze reinstalleren. Dus ik smeet mijn drivers eraf en boom, ik kon terug mijn scherm gebruiken. Dus ik dacht, ja, oké, het ligt aan mijn het ligt aan mijn videokaart. Ik moet gewoon de drivers eens een keertje opnieuw installeren, bla bla. Dus ik ga de drivers reinstalleren. Ik herstart mijn computer. En ik kan weer al niet inloggen. En wat er toen door mijn hoofd ging, ik wil het niet weten, joh. Besef, je hebt net te horen gekregen dat je ergens aan zit. Je zit toch met een kater van de dag ervoor. En dan is je PC kapot gegaan in het begin van de vakantie. Ja, dat is rot. En de meeste mensen zijn van, oh, maar je kan hem toch gewoon repareren? Je kan toch een nieuw onderdeel kopen? Snap je? Ja, ik ben skeer en ik had toen geen geld. Nul, nada. Ja, ik had wel geld, maar niet genoeg om een fatsoenlijke videokaart te kopen. Maar ik was eerst nog niet zeker dat het aan de videokaart lag. Ik dacht eigenlijk eerst dat het aan de PCIe-slot lag. Dus ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar mensen zullen wel snappen wat ik bedoel. Op het moederbord, ik dacht, ah, ligt daar aan. Maar het probleem is, mijn moederbord heeft twee van die sloten. Maar mijn videokaart is zo groot dat er geen plaats was om die andere slot te steken. Dus dat kon ik niet testen. Maar wat ik heb gedaan, ik heb gezegd, Simon, hier, pak mijn PC, kijk er eens naar. Hij zei, ja, is goed, bla bla bla. En ja, uiteindelijk dacht ik eerst dat het met mijn hard drive was. Maar uiteindelijk is het toch gebleken dat er iets met mijn videokaart was. Deze rakker is kapot. En niet omdat ik hier per ongeluk een wiek, niet een wiek, zoiets heb afgebroken, snap je? En het is niet daarom kapot. Het is gewoon kapot omdat ik hem heb geruineerd door hem veel te warm te laten worden. Dus toen was ik van, fuck, ik heb geen werk. Ik heb geen geld om een nieuwe videokaart te kopen. Hoe de fuck ga ik gamen? En ik heb een hele maand jullie niet gegamed, gewoon thuis gezeten, want ik had ook geen geld om op vakantie te gaan. Een hele maand augustus heb ik eigenlijk gewoon ook niks, had ik ook niks te doen, dus heb ik maar een hele maand geleerd. Maar in de maand augustus had ik wel een nieuwe videokaart kunnen kopen. Mijn ma zei van, ja, kijk, ik vind het ook wel een beetje erg voor u, maar je verdient het ergens wel. Dus, als je werk hebt, dan schiet ik je videokaart voor. En ik was van, sounds pretty good. En ik heb aan werk gezocht, maar ik vond geen werk. Dat was trouwens vrij kut. Totdat de Intratuin me opbelde. Mijn helden. En dus nu ben ik bij de Intratuin. Ik had mijn videokaart, ik kon terug gamen. Yes, gewoon na een maand stilgelegen te hebben. Eindelijk nog eens een keer CSGO. Eindelijk nog eens een keer Minecraft. Nee, Minecraft heb ik mijn laptop. Ik heb ook een maandje gespeeld op de laptop van mijn ma. Dus
Ik had daar Minecraft opgezet. Ja, ik heb eigenlijk bijna hele maand Minecraft te spelen. Yes. En ook Terraria. Dat was ook wel vrij leutig. En toen was ik van, yes, ik kan terug gamen. Maar langs de andere kant, fuck, want ik heb herexamens een paar weken later. Maar oké, okay, ik heb ze gehaald. En toen was ik zo van, oké, okay, de herexamens zijn voorbij. Mijn PC. Ik ga eindelijk terug aan YouTube kunnen beginnen. En toen was iets met mijn opnameprogramma. Het is altijd ook iets. Ja, ik dacht dat het een opnameprogramma was, maar het bleek gewoon te zijn door een update van mijn editprogramma. Heeft dat, ja, die kon niet goed samenwerken met mijn videorecorder. Dus het lag eigenlijk daaraan. Dus dan moest ik vorige versies restoren. Ik ben daar gisteren trouwens achter gekomen. En ja, nu zit ik hier dan om een poging te doen om terug met YouTube te kunnen beginnen. Ik ondertussen strak al 4 jaar YouTube. Ik heb 400 subs. Ja, I know, is vrij weinig. Maar ik doe nog geen 4 jaar. 3 jaar nog wel zeker. Ik weet het niet. Ik hou het niet meer bij, omdat het echt zo deprimerend is. Maar ik ga mijn YouTube-kanaal nooit in de steek laten. Ik ben loyaal. Ik ben gladje. Niemand kan mij dat ooit afnemen van mij. Snap je? Ik zweer het, ik blijf gewoon bij YouTube. Totdat YouTube gewoon neergehaald wordt of zo, weet ik veel. Tot dan zal mijn YouTube kanaal bestaan. Ik zweer het u. En tot dan zal ik video's blijven maken. Voor mijn 3 vaste kijkers. En misschien wel met de hogeschool dat het er nu 4 of 5 worden. Yes. Maar ik ben ook benieuwd hoeveel mensen dat dit zien. Misschien maar een stuk of 6 of 7 of zo. Als het niet minder is. Als het niet minder is. Maar oké, okay, er gaan ook wel wat veranderingen komen. Ik heb 2 series gestopt. Maar de series die ik heb laten stoppen is American McGee's Alice. Dat gaat stoppen. Dat komt misschien ooit nog terug. Maar de afspeellijst is al verwijderd en zo. Ja, lang van ben ik ermee gestopt. Gewoon daarom. Dan ga ik ooit, normaal is het ook de bedoeling dat ik dit jaar verder ga met Pokémon Red. En Train Fever gaat ook stoppen. Train Fever krijgt nog 2 afleveringen. Dan is mijn autisme blij en dan is het mooi afgerond. 10 afleveringen. En dan komt de betere versie van Train Fever, Transport Fever. En ik zeg u, die shit is zo fucking raaf. Dus ik was van, ja kijk, ik heb nu wel een Train Fever let's play. Maar als Transport Fever veel beter is en ik heb het ook, waarom zou ik dan nog verder gaan met Train Fever, snap je? Maar kijk, ik ga de serie afmaken, want geloof het of niet, maar Train Fever was een van mijn best bekeken series ooit. En ik ga ook beginnen met Half-Life 2. Half-Life 2 gaat vanaf volgende week online komen. En wat ik ook even ga zeggen, ik ga een nieuwe Let's Play-stijl uitproberen. Niet meer met zoveel knip, niet meer met een webcam die groot-klein wordt, zo die zever. Dat is eigenlijk gewoon... Voice cracks. Dat is eigenlijk gewoon niet nodig voor een Let's Play-video. Dus we gaan eens kijken hoe dat uitdraait. Natuurlijk de oude de CSGO-video's en Minecraft-video's blijft gewoon de oude stijl. Maar je zal het allemaal wel zien volgende week. Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Normaal zien we dat met dit. Wacht. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer verder met... Dat is echt al een oud... Ja. We gaan niet verder met zo van die wank-video's. We gaan verder met andere video's. Maar oké, laat het gewoon. Ik zeg ciao, doei. Yay!